welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een full face met 11 make-up producten. 11 is een super goedkoop merk, super betaalbaar. En ik weet dat jullie er altijd van houden. Ook heb ik een heleboel verzoekjes gekregen om een full face met 11 te maken. Dus er was laatst sale bij Douglas. Alles was 25% eraf. En ik was aan het denken, oké, wat ga ik bestellen? Wat is misschien leuk voor een video? En toen bedacht ik mijn eigen 11 make-up. Ik ga gewoon een heleboel 11 make-up inslaan. Dit hele bakje zit helemaal vol. Het wordt een full face met 11 producten. Maar niet alles is nieuw. Ik heb wel heel erg veel nieuwe producten gekocht. Maar ik heb ook al een aantal 11 producten die ik ook gewoon ga gebruiken. Dus al met al wordt een full face met 11. Maar een deel is nieuw en een deel heb ik al. Maar dat ga ik ook gewoon laten zien. En laten weten aan jullie wat ik van die producten vind. Ik vind e.l.f. echt een heel fijn merk. Het is echt een goed betaalbaar merk. Net als elk make-up merk zitten er altijd slechte en goede producten bij. Maar e.l.f. is meestal wel goed. Ik ben er meestal wel positief over. Dus ik ben weer heel erg benieuwd naar deze video. Ook ga ik een full day wear test doen. Dus ik hou de make-up de hele dag op. En dan aan het einde van de dag gaan we kijken hoe alles nog zit. En dan vooral de gezichtsmake-up. Want daar gaat het me altijd om. Oogmake-up blijft bij mij sowieso altijd gewoon goed zitten. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga beginnen met mijn oogmake-up. Ik heb een nieuw oogschaduwpaletje gekocht van hun. De Opposites Attract Palette van e.l.f. Dat is dit grote paletje. Dit paletje hadden ze in een aantal kleuren. Maar ik dacht, ik haal dit donkere paletje. Want ja, dat is ook ideaal met de herfst en zo vandaar. Dit is dan de paletje. De verpakking is gewoon, ja, het is gewoon een goedkoop paletje. De verpakking is niet heel high-end. Maar ja, voor die prijs moet je dat ook niet verwachten. En dan heb je hier een heleboel kleuren. Zowel matte als glanzende kleuren. Hier zijn de kleuren iets lichter en iets feller. En aan de andere kant wordt het allemaal iets donkerder. Iets meer herfstachtig. Dus ja, je kunt hiermee echt best wel veel looks maken. Het is ook een goed everyday paletje, vind ik. Het zijn een beetje neutrale kleuren. Het is niet echt iets te geks. Staat verder iets op. Hierachter staat ook een kleine uitleg van hoe je ze eventueel zou kunnen aanbrengen. Voor beginners is dat heel erg fijn. En ja, dit paletje ga ik gewoon vandaag proberen. Ik ben echt heel benieuwd, want ik heb nog nooit zo'n paletje van e.l.f. Getest. Dus ik heb ook echt geen idee, ja, wat ik hiervan moet verwachten. De enige oogschaduwpaletjes van hun die ik heb getest zijn die 4 euro mini oogschaduwpaletjes. Daar had ik ook een hele video over gemaakt. En die waren op zich echt best wel fijn. Dus ik hoop dat dit paletje ook fijn gaat zijn. Dus ja, hiermee gaan we vandaag een look maken. Dus ik ga snel inzoomen op mijn ogen. Ik ga beginnen met het primer van mijn oogleden. e.l.f. heeft ook een oogschaduwprimer. Die heb ik ook. Die heb ik al één keer getest. Alleen die heb ik weggedaan, want ik vond hem echt super, super slecht. Dus om die wit gaan gebruiken heeft geen nut, want dan gaat deze oogschaduw niet goed aanbrengen. En ik wil echt zien of dit paletje goed gaat zijn. Dus de e.l.f. oogschaduwprimer is sowieso al gewoon afgekeurd. Dus ik gebruik mijn nieuwe Ultimate Base oogschaduwprimer van Revolution in de kleur Light. Ik ga beginnen met deze beetje lichte gele mosterdachtige kleur. Die heet Saucy. Ik gebruik een fluffy kwast van Zoeva nummer 228. En deze kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcaarboog als eerste transitiekleur. Dan gewoon lekker hoog inblenden. Dan pak ik de matte kleur hier. Die heet Cheeky. Die breng ik dan ook nog in mijn arcaarboog aan. En ik blijf een beetje onder die andere kleur. Oké, tot nu toe blendt alles gewoon op zich wel goed. Alleen de pigmentatie is niet per se wauw. Ik moest echt best wel vaak terug in het paletje gaan om deze kleur zo te creëren. Ik moet wel even vertellen, dit paletje bestaat al 3 jaar. Dit is absoluut geen nieuw paletje of zo. Maar ja, voor mij is het nieuw, want ja, ik heb het nog nooit getest, obvious. Oké, deze kleuren zijn mooi. Dan gaan we nou alles een beetje warm maken. En met warm bedoel ik letterlijk warm, want ik ga dit bruine kleurtje gebruiken en die heet Warm. Nu ga ik een iets kleinere fluffy kwast van Zoeva gebruiken, 224. En dan ga ik deze kleur ook in mijn arcadeboog aanbrengen. En ik blijf nog onder die andere twee kleuren. Deze kleur brengt iets donkerder aan dan wat ik had verwacht. Maar het is wel gewoon mooi, daar niet van. Dan pak ik weer die fluffy kwast van net. Ik pak geen kleur meer op of zo. En dan ga ik gewoon een beetje zo over alle kleuren heen om het mooi in elkaar te blenden extra. Deze bruine kleur blendt niet echt op. Dan pak ik de paarse kleur hier, die heet Easy Going. En die kleur ga ik aanbrengen vooral in de buitenste hoek om het lekker paars te maken. Nou, dit wordt niet echt heel paars. Dus zien we dit, jongens. Er is echt gewoon bijna geen pigmentatie. Dat is wel echt jammer. En het blendt ook niet top. Die lichte kleuren in het begin, die blenden wel goed. Maar toen ik begon aan de wat donkerdere kleurtjes, die blenden niet zo goed.
Dan ga ik nu een halve Catrice maken. Ik gebruik mijn Catrice concealer en mijn NYX Cosmetics nummer 14 kwast. Nu pak ik deze glanzende kleur hierboven in de hoek, die heet Cleaver. Die breng ik aan met mijn Kruidvat Pro kwast nummer 5 en ik heb hem nat gemaakt met fixing spray. En die kleur breng ik aan op mijn ooglid, op de cut crease, vanaf het begin tot aan het midden en dan daarnaast ga ik zo een andere kleur aanbrengen. Dan pak ik de glanzende kleur hier beneden, Darling, en die ga ik zo ernaast aanbrengen. Nou mensen, deze glanzende kleuren brengen echt top aan. Goed gepigmenteerd, blenden gewoon goed mee. Je ziet ook echt nog het verschil met de twee kleuren. De twee kleuren lijken echt op elkaar. Maar omdat ze echt goed zijn gepigmenteerd, kun je echt wel goed het verschil zien qua kleur. I love it. Over de glanzende kleuren heb ik echt werkelijk waar niks te klagen. Dan pak ik weer de kleur Easy Going. Dat is dus die matte paarse kleur. En die breng ik dan nog een beetje zo extra hier aan met die kleine fluffy kwast. Om het een beetje in te blenden met die glanzende kleuren en zo. Ik snap niet hoe in een paletje de matte kleuren zo slecht kunnen zijn en de glanzende kleuren gewoon zo goed. Nou, ik moet zeggen, al met al ben ik echt wel gewoon blij met de look. I like it. Het is echt zo'n mooie donkere look. Love it. Het volgende product die ik nieuw heb van hun is deze Elf Mascara. Dit is de Elf Keep Your Curl Mascara. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik denk niet dat die goed gaat zijn. Ik heb al ooit een andere mascara getest van Elf en die was echt super slecht. Dit is de verpakking, zo grijs met zo'n zwarte letters. Dat is op zich wel gewoon cute. En dit is dan hoe hij eruit ziet, zo schuin gebogen. Hij heet dus Keep Your Curl, dus het zou een mascara moeten zijn die heel goed je wimpers krult. So, we will see. Ik ga eerst krullen met de wimperkruller. Deze mascara is goed. Ik had zomaar een slecht vooroordeel. Kijk even hoe hij mijn mini wimpers helemaal omhoog heeft gekruld. Ik ben zo impressed, mensen. Ik heb echt slechte wimpers. Ze zijn super kort. Ik heb er ook niet veel. Ze zijn echt super dun en zo. Maar dat hij mijn mini slechte wimpers zo mooi maakt. Zo veel volume en zo mooi omhoog krult en zo lang maakt. Ik ben echt impressed. Deze mascara is echt, echt goed. Wauw. Ik denk dat heel veel mensen heel blij gaan zijn met deze mascara. Vooral als je al hele mooie, lange, prachtige wimpers hebt. Dan zou ik hem zeker halen. Kijk even dit. Ik kon geen nep wimpers vinden van Elf. Ik weet dat Elf ze wel heeft, maar ik kon ze niet vinden. Douglas heeft ze niet. Dus ik gebruik gewoon even mijn Primark wimpers in de stijl 730. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ik ga beginnen aan mijn gezicht. Ik ga eerst mijn gezicht primen. Voor primer gebruik ik een primer die ik al had. En dat is de Elf Body Primer. Deze is gewoon super fijn. Ik raad hem iedereen aan. Ideaal voor hierbij de poriën. Echt top. Ik gebruik deze echter nooit alleen. Want deze breng ik echt alleen maar zo hier aan. Voor de rest van mijn gezicht ga ik mijn Too Faced Hangover Primer gebruiken. Die primer van Elf is gewoon niet geschikt om aan te brengen over je hele gezicht. Ik denk ook niet dat je make-up dan heel goed op je gezicht gaat blijven zitten, want dan wordt alles een beetje gladjes. En dan smeer ik het gewoon zo hierin. En dan met wat nog op mijn vingers zit, ga ik ook altijd een beetje over mijn kin. Mijn kin is echt mijn grootste probleemgebied op mijn hele gezicht. Dus daar doe ik ook altijd een beetje. En dan zo goed indrukken. Dat het echt je poriën helemaal goed vult en het helemaal mooi smooth maakt. Dit product is ook echt geschikt voor mensen met een vettige huid. Jullie moeten echt gewoon allemaal even deze primer halen. Dan foundation. Ik heb wel een nieuwe foundation en dat is gewoon de Elf Foundation. Ik weet verder niet hoe die heet. Volgens mij heet die gewoon Elf Foundation. Ik heb hem in de kleur linen of linen. Was echt een gok online. Ik heb echt gegokt, maar als ik er zo naar kijk, oogt die wel gewoon goed voor mij. Het is de Flawless Satin Foundation. Het heeft dus een satijn finish. Vind ik gewoon een top finish. Deze kleur is medium met gouden ondertonen. Dus ja, ik ben medium en ik heb ook warme gouden ondertonen. Dus ja, hij leek mij gewoon ideaal. Elf is by the way ook cruelty free. Niet op dieren getest. Is misschien ook handig om te weten. Oké, ik ben heel benieuwd. Want dit was echt een betaalbare foundation. Obvious, alles is vandaag betaalbaar. Oh, ik brak gewoon bijna mijn nagel. Oh my god. Hallo, gaat hij er nog af of wat? Hoe moet dit? Oh. En hij heeft gewoon zo'n pump. Ik ben benieuwd hoeveel milliliter we krijgen. Er staat niet echt op hoeveel milliliter. Want hij is wel echt... Oh, 20 milliliter. Dat is echt weinig. Normaal krijg je 30 milliliter. Dus hij is wel echt super klein. Maar ja, nogmaals, hij is ook super goedkoop. De spons die ik gebruik is mijn Maria Malky spons. Ik ben zo benieuwd hoe deze foundation gaat zijn. Oh my god. Oeh, ik denk dat ik de kleur weer perfect heb gegokt. Nou, op zich bracht hij top aan. Hij brengt iets lichter aan dan dat ik dacht. Maar op zich, ik ben nu niet echt op mijn donkers. Dus ja, hij matcht wel. Het heeft een goede medium dekking. Hij blende ook gewoon goed in.
Voor nu heb ik er echt niks slechts over te zeggen. Ik vind hem gewoon goed liggen op de huid. I like it. Ben ik een beetje overbelicht, jongens? Ik ga even de belichting wat lager doen. Ja, ik heb de belichting wat lager gedaan. Ik denk dat je nou alles iets beter kunt zien. Ik was een beetje overbelicht. Maar goed, hij ligt dus gewoon mooi op de huid. Het heeft inderdaad een satijnen finish. Het heeft ook een medium finish. Een beetje een naturel finish. En ik denk dat zo'n foundation geschikt zou zijn voor alledaagse make-up looks. Gewoon naar school en ja, gewoon dat soort everyday dingetjes. Let wel echt op, de dekking is echt niet optimaal. Voor concealer heb ik al een concealer en die is gewoon geweldig. En dat is de e.l.f. Camo Concealer. Ze hebben deze concealer ook in hydrating. Die heb ik ook één keer getest. Die was ook echt prachtig op de huid. Alleen mijn concealer ging heel snel creasen. En dat vond ik niet zo fijn. En dat doet deze niet. Deze heeft een volledige dekking en is mat. Ik heb de kleur medium sand. Ik zal wel een beetje opletten met de kleuren, want ze zijn allemaal best wel licht. Medium is ook echt super licht. Deze zou ik echt geen medium noemen, maar op zich vind ik hem gewoon goed genoeg. Hij is mooi hier. Ik wilde ook mijn gezicht gaan cream contouren, want ik weet dat e.l.f. een cream contour paletje heeft. Want ik had die ooit gezien bij Douglas, maar nou was hij er niet meer. En het poeder contour paletje was wel, maar was uitverkocht. Dus dat vind ik wel jammer dat ik nou die twee paletjes niet heb. Maar whatever. Ik ga gewoon nou even deze geweldige concealer aanbrengen. Hij is bijna op, jongens. Oh my god. Oké, dan een losse poeder. Ik heb al de losse poeder, de Halo Glow poeder. Dit is een glowy poeder. Deze is echt amazing. Echt fantastisch. Maar ik zag op de site dat ze ook nieuw die poeder hebben, maar dan een matte versie. Dit is de e.l.f. Matte Setting Poeder. Dus ik ben heel benieuwd of deze even goed gaat zijn als de glow poeder. Deze is echt fantastisch. Dus ik ben heel benieuwd naar mat. Ik heb geen vette gezicht. Ik heb een normaal tot droge huid. Maar matte producten zijn echt nooit echt een probleem voor mij, omdat mijn huid niet super droog is. En ja, voor de vettige mensen is het ook fijn om te weten of deze goed gaat zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb hem in de kleur... Waar staat... Oh, light. Ik zie het hier staan. Ik heb hem in de kleur light. Deze heb ik ook in de kleur light. Ze hebben nog twee andere kleuren volgens mij. Dus ja, deze gaan we vandaag proberen. Dit is dan hoe de verpakking eruit ziet. Gewoon precies hetzelfde als die andere glow poeder. Fun fact. Ik haal altijd bij elke poeder dit dingetje eruit. Want ik wil altijd gewoon gelijk ingaan met de poeder. Dus deze haal ik er echt altijd overal uit. Ik ga de poeder aanbrengen overal waar ik concealer heb gedaan om het mooi te zetten. Niet over mijn hele gezicht, want... Op zich hoeft niet alles heel mat te worden. Oké, deze poeder is echt mat. Het is echt een matte poeder. Ik ben ook heel benieuwd hoe die zou zijn op iemand met een vettige huid. Als iemand met een vettige huid deze poeder al heeft, laat ons even weten wat je ervan vindt. Maar in mijn ogen is hij echt super mat. Hij is ook gewoon mooi op de huid. Hij doet niks raars of zo. Het is gewoon cute en mooi. En ja, tot nu toe ben ik er gewoon heel blij mee. Dus tot nu toe gaan de gezichtsproducten echt heel erg goed. Godzijdank. Er zit nou hier wel een klein beetje wit op mijn onderste wimperrand. Zo, dat is nou weg. Ja, mijn gezicht voelt ook heel zacht aan. Heel smooth. I like it, tot nu toe. Dan ga ik dus ook even mijn gezicht poeder contouren. Zoals ik al net zei, het poeder contour paletje was uitverkocht. Helaas, dus ja. Voor poeder contour ga ik mijn Revolution contour paletje gebruiken. En ik gebruik altijd deze kleur hier. Zo, de contour is gezet hier bij mijn wangen en mijn neus. Ik ga ook even een beetje mijn Max & More Fixing Spray sprayen over mijn hele gezicht om het mooi in te blenden. Dit is een stap die ik altijd doe, dus het lijkt me ook wel zo eerlijk als ik dat nu ook gewoon doe. Oké, dan is het nou tijd om een ooglook af te maken op de onderste wimperrand natuurlijk. Even kijken, ik ga de paarse kleur aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik hoop dat er echt een beetje genoeg kleur vanaf komt. Oh my god. Oké, dan breng ik ook nog de kleur Warm, deze bruine kleur aan. Ook nog een beetje op de onderste wimperrand. Om het een beetje iets meer te laten lijken op de oogschaduw erboven. Want het moet wel, ja, een mooi geheel zijn. Zo, dat is echt een stuk beter. Ik ben een beetje aan het twijfelen of ik een bruin of een zwart oogpotloodje wil gaan doen in mijn waterlijn. Ik denk dat bruin beter zal matchen met de look, maar... Of paars. Ik ga voor paars. Oké, ik zie net dat ik geen paars oogpotloodje heb. Ik had er echt drie of zo. Volgens mij heb ik ze gewoon... allemaal weggedaan. Dus ik ga maar gewoon mijn bruine Catrice oogpotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Dan ga ik deze geweldige mascara ook aanbrengen op de onderste wimpers. Maar ik ga wel eerst mijn wimpers primen met deze primer van L'Oreal. Dat doe ik ook altijd om de onderste wimpers iets heftiger te maken. Want ook mijn onderste wimpers zijn echt dramatisch. Dus ik breng eerst deze aan en dan deze.
Ik ga mijn gezicht bronzen met deze Elf bronzer. Elf heeft ook een compleet bronzen paletje. Die heb ik al ooit in een video getest. Die vind ik echt vreselijk. Dus ik hoop dat deze bronzer beter gaat zijn. Ik denk het wel. Dit is de Constantly Bronze. Je had hem in twee kleuren. Welke kleur heb ik gepakt? Ik weet niet welke kleur ik heb gepakt. In ieder geval had je twee kleuren. Ik zet sowieso de kleur beneden in de beschrijving die ik heb. Ik heb volgens mij de warme kleur gepakt. Of was het... Ik weet niet meer. Ik zet het gewoon beneden in de beschrijving. Dit is een longwear bronzer die dus lang goed blijft zitten. En er zit primerpoeder in. En die gaat ervoor zorgen dat je een extra mooie bronzy glow krijgt of zo. En er staat dat het een sunkist effect heeft. Sunkist vind ik altijd prachtig. Dan wordt je gezicht zo mooi warm en zo. En daar hou ik gewoon van. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe deze gaat werken. De claims zijn in ieder geval echt geweldig. Dit is gewoon de verpakking. De kleur is wel echt heel warm. Dus ondanks dat ik altijd echt hou van warme bronzes, weet ik niet of dit misschien te gaat zijn. Maar ja, we gaan het gewoon proberen en we zien wel. Mijn gezicht heeft echt een brons nodig. Door die concealer is echt mijn hele gezicht nou wit. Oh, deze bronzer is mooi. I love it. Kijk hoe mooi warm. Oké, even gewoon allemaal gewoon even stoppen. Stop deze video en koop deze bronzer. Tenminste, als je mijn huidskleur hebt. Als je een lichtere huidskleur hebt dan mij, echt een stuk lichter, dan gaat hij misschien iets te oranje zijn op jouw gezicht. Heb jij rossig rood haar, haal hem dan ook niet. Want dan word je echt één grote warme bol. Maar deze is echt geweldig. Wauw, hij blendt ook mooi. Ik ben gewoon helemaal blij ervan. Oh mijn god, ik vind het echt fantastisch. Love it. Super fijne bronzer. Deze gaat echt nog vaak worden gebruikt. Dan ga ik ook nog verder met een nieuwe blush. Want ik heb ook hier een nieuwe blush van hun. Die lijkt heel veel op de bronzer. Maar dan als blush. Dus hopelijk is die net zo goed. Ook hierbij staat primer infused. Net als deze bronzer. Ik denk dat het een beetje dezelfde soort formule is allebei. Maar ja, de ene is een bronzer en de andere een blush. Shimmer blush. Dus het is een glanzende blush. Ik ben normaal meer van de matte blushes. Dus ik hoop niet dat hij te veel glanst. Maar een klein beetje glanzen is gewoon oké. En er staat ook weer hierop. Long wear, dus dat hij lang goed blijft zitten. We will see, want blush blijft nooit lang zitten, dus we will see. Ik zie ook weer zo 1, 2, 3 niet echt staan welke kleur ik heb gekozen, maar nogmaals, er komt gewoon beneden in de beschrijving een hele lijst met alle producten. Dit is dan de kleur, een beetje zo roze. Hij oogt wel heftig, maar ja, volgens mij gaat hij wel gewoon cute zijn. Oh mijn god, deze blush is heftig. Een beetje van mijn kwast afhalen hoor. Hij is super heftig. Oh my god. Oké, ik zie inderdaad wel echt een glans. Het is echt een glanzende blush. Ja, ik... Oké, ik heb echt niet veel gepakt, jongens. Ik weet, ik breng sowieso altijd wel veel blush aan. Maar wanneer een blush nieuw is, probeer ik altijd niet te veel te snel te pakken. De kleur is mooi, maar het is echt heftig. Oh my god. Ik vind wel dat de blush niet heel goed blendt. Zien we ook dit hier? Deze streep hier, dat is hier ook. Kijk dit. Hij is niet zo goed als de bronzer. Ik had eigenlijk wel hoge verwachtingen na die geweldige bronzer. Maar nee, hij is ook te gepigmenteerd. Blushes moeten echt altijd een beetje normaal doen. Want we gaan gewoon snel verder met de highlighter. Ik heb dit nieuwe highlighter paletje van Elf. De Glow Gleam Beam Highlighter. Super grappige naam. Ik heb volgens mij, als ik het mij goed herinner, want ik weet het niet meer 100% zeker. Maar volgens mij heb ik dit paletje ooit gezien in een andere video. En vond dat meisje deze heel erg fijn. Maar ik weet dus niet meer 100% of het echt precies deze was. Maar ja, we will see. Dit is dan hoe die eruit ziet. Je hebt dus 6 verschillende kleurtjes. Die mij het meeste aanspreekt is de champagneachtige kleur hier. Ik vind de rest van de kleuren best wel donker ofzo. Hierachter staat ook looks to try. En dan een kleine uitlegje van alle kleuren. Het zijn dus ook, even kijken, 3 verschillende formules. Je hebt glitter. Deze hier is een glitterformule. Alleen maar deze. Dan heb je shimmer. Dat is, even kijken, deze twee daarnaast zijn shimmer. Dus dat is een beetje een normale highlight formule. En onder is allemaal metallic. Ik vind metallic highlighters altijd prachtig. Want die geven echt zo die wet look. En daar hou ik altijd van. Dus ik vind het heel leuk dat zo'n paletje 3 verschillende formules heeft. Dus dan kun je gewoon alles een beetje proberen. Kijk, en dan hier op de achterkant wordt er zo heel leuk verteld voor welk gewenst effect je gaat en wat je dan moet aanbrengen. Het lijkt mij wel leuk om dan gewoon deze stappen te volgen. Je kunt dus gaan voor een subtiele glow, voor een medium glow of voor een intense glow. Ik ga voor intense, want daar hou ik van. En dan staat er, breng de kleur 4, 5 of 6 aan op alle plekken waar je het normaal aanbrengt. Pak dan kleur nummer 1, die glitterkleur met je vinger en dab die er nog een beetje extra op. Nou, dat ga ik gewoon doen. Mijn highlight kwast die ik altijd gebruik is van Morphe. Dit is de Morphe R36 kwast. Oké, dus ik moet kleur 4, 5 of 6 aanbrengen. Dat zijn de onderste metallic kleurtjes. Ik denk dat ik voor deze kleur ga. Dat is kleur nummer 4.
deze kleur. Oh wauw, super mooi. Dit is een beetje een peachy goud. Heel erg mooi. I like it. Oh mijn god, jongens, die blush is echt way too much. Oh my god. Dan breng ik de kleur ernaast aan een beetje op mijn voorhoofd. Daar wil ik altijd een beetje een meer donkerder kleurtje gebruiken. Want dat is altijd mooi met de bronzer. Zo, dan een beetje uitblenden met mijn vinger. Wat ik dan ook nog wil doen, gewoon om alle drie de formules te proberen, is dat ik deze normale highlight kleur pak. En die breng ik aan op mijn neus. Die is ook heel mooi. Ja, die kleur is echt ook echt prachtig. Dan ga ik weer terug naar deze eerste kleur die ik gebruikte overal. Die pak ik ook een klein beetje en die breng ik dan aan ook in mijn binnenste ooghoeken. Oké, en dan staat dus achterop, als je het lekker intens wilt maken, pak dan kleur nummer 1, de glitterige kleur met je vinger. Dat ga ik doen. En dep het dan een beetje nog extra op de highlighter. Dit is inderdaad echt een glitterige kleur. Oh, dat is inderdaad echt prachtig. Maar kan even iemand vertellen waarom dit paletje zo amazing is? Wauw. Ik denk dat het ook echt handiger is om de glitterige kleur niet helemaal met je kwast aan te gaan brengen overal. Want ik denk dat het echt too much gaat zijn. Ik breng ook gewoon een beetje aan op mijn neus. Een beetje extra. Ik ben echt impressed. Dit paletje... Nou, gelukkig is hij niet kapot. Er ligt hier een tapijt. Dit is dus het meest intense wat je kunt gaan. Je kunt het ook wat minder intens maken. En dan staat hier ook verteld welke je dan het beste kan gebruiken. Dus dit vind ik echt heel erg fijn. Ook voor beginners. Ik ben niet eens een beginner. En ik vind het echt fijn dat ze hebben verteld dat je kleur 1 met je vinger moet aanbrengen. Want anders was ik gewoon compleet met mijn hele kwast daarin gegaan. En dan was het misschien niet heel mooi geweest. Dit is echt wauw. Dan als laatste heb ik iets nieuws voor de lippen. Dit is een nieuw product van ELF. Dit is de ELF Sheer Slick Lipstick. Ik heb hem in de kleur Grapefruit. Dit is niet een heftige, intense kleur. Het is een sheer kleur, dus met een lichte pigmentatie. En ja, dit is gewoon een beetje, denk ik, een balmpje-achtig iets of zo. Dit is dan de verpakking. Gewoon zo heel fel roze. Ik hou van roze. Ik vind de verpakking echt super cute. Als je hem aanbrengt op je hand. Oh, is hij toch best wel heftig. Hij is echt heel roze. Oh my god. Misschien iets te roze voor deze look. Hij glanst heel mooi. Het is echt een beetje een balmpje met een kleur. Of course ga ik hem gewoon wel aanbrengen. Ik had niet echt verwacht dat er zoveel kleur van af zou komen. Ook omdat erop staat sheer. Dus ja, maar goed. We gaan het gewoon aanbrengen. Ah, god, dit is zo heftig. Als ik één kleur haat voor op mijn lippen, is het dus zo fel roze. Ik vind dat altijd zo lelijk. Ik hou van roze lippen, maar dan meer de nude roze kant en niet dit. Oh my god. Hij voelt wel heel prettig aan op de lippen. Het is letterlijk gewoon een balmpje. Het is gewoon een balmpje. Ik ga heel even snel kijken op de Douglas website of ze ook andere kleuren hadden. Want als je deze hebt in gewoon een clear kleur, gewoon dus gewoon... transparant, dan zou ik hem echt super fijn vinden als balm. Je hebt hem wel in een heleboel verschillende kleuren, maar er is niet echt een clear. Welke kleur heb ik gepakt? Ik had echt beter een hele andere kleur kunnen doen. Ik heb de kleur Grapefruit. Ja, ik vind hem dus hier helemaal niet zo fel lijken, zo fel roze. Maar goed, ik had misschien moeten gaan voor Golden Pear. Die was misschien iets beter geweest. Ik denk dat ik die gewoon alsnog ga bestellen. Het is maar 6 euro, dus het is echt goed niks. Ik ga hem weer afhalen en dan ga ik even een lipstick opdoen die hier wel bij past. Oké, deze lipcrème matcht echt een stuk beter. Ik heb mijn NYX Suede Matte Lip Liner opgedaan in de kleur Sandstorm. Met deze NYX Liquid Suede Matte Liquid Lipstick. In de kleur Soft Spoken. Deze twee samen is echt een mooie, beetje nude kleur. Maar met een beetje een paarsige ondertoon. En dat vond ik mooi matchen met de ooglook. Dan ga ik ook nog even fixing spray opdoen. ELF heeft fixing spray. Ik weet alleen niet waarom ik die niet heb besteld. Geen idee. Dus ik ga deze Fix It Up Matte Fixing Spray opdoen van Koki. Koki, ja. En dan zijn we klaar. Oké, jongens, dit is dan de look voor nu. Ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. Ik ben heel blij met hoe ik eruit zie. Het is nou even kijken 11:30. Dus ik ga de make-up look sowieso 8 uur nog oplaten. En dan zie ik hoe het eruit ziet aan het einde van de dag. Maar ik ben echt heel blij met al deze make-up. Oh my god, er zitten wel een aantal producten bij waarvan ik denk, maar goed. Ik ga heel even snel alles af en vertellen wat ik van alles vind. Deze Sheer Lipstick, Sheer Slick ELF Lipstick. Let op, hij geeft dus echt gewoon veel kleur. Maar ik vind hem wel fijn als je op zoek bent naar een goed balmpje met een mooie kleur. Dan zou ik hem zeker halen, misschien wel in een andere kleur. Maar als je houdt van veel
dan roze, dan zeker deze kleur. De Elf Blush raad ik niet aan. Ik vind hem niet zo mooi. Hij is te heftig. Hij blendt niet goed. Hij werkt gewoon echt niet goed. Dit paletje mag je echt gewoon gelijk nou naar de Douglas rennen en hem gewoon kopen. Dit paletje, wauw. Je kunt dus ook echt een heleboel kanten opgaan. Je kunt gaan voor een lichte glow, voor een heftige glow, voor een medium glow. Je hebt ook drie verschillende formules in één paletje. Hele mooie kleurtjes. Die zijn ook heel mooi voor een heleboel huidskleuren. Echt geweldig. Kijk even hoe mooi. Echt fantastisch gewoon. Nog iets wat echt fantastisch is, is deze bronzer. Deze twee zijn echt de winnaarproducten van vandaag. Als ik iets moet aanraden vandaag, zijn het deze twee producten. Deze bronzer, amazing. I love it. Hij lijkt superveel op de MAC Sun... Wat was het nou? Ik geef gewoon de naam van de MAC bronzer. Deze. Give Me Sun bronzer. Dit is een regelrechte dupe. Die is 30 euro. Deze is een stuk goedkoper. Dus als je houdt van MAC Give Me Sun, dan hou je zeker ook van deze. Fantastisch. Deze mascara. Ook fantastisch. Ook supergoed. Hij krult echt. Er staat ook op Keep Your Curl. En dat doet hij ook echt. Hij krult het super mooi omhoog. Hij geeft ook volume. I love it. Fantastische mascara. Dit paletje is voor mij een beetje een moa. De matte kleuren waren gewoon niet zo goed. Een aantal blenden wel goed. Alleen de donkere kleuren blenden ook niet goed. En al met al waren alle matte kleuren die ik heb gebruikt niet genoeg gepigmenteerd. De glanzende kleuren waren wel mooi. Brachten gewoon goed aan. Maar er zijn gewoon een heleboel betaalbare paletjes die wel gewoon helemaal goed zijn. En dat de matte kleuren ook goed zijn. Dus ik persoonlijk zou dit paletje alleen maar aanraden voor de glanzende kleuren. En dat zou een beetje zonde zijn als je hem haalt voor alleen maar dat. Dus ja, dit paletje, ik neig gewoon naar nee. De Elf Foundation, ik vind hem ook gewoon mooi. Hij heeft niet super veel dekking. Het heeft echt een medium natural dekking. Satijnen finish. Ik vind hem gewoon mooi. Mijn huid is heel erg mooi. De dekking die je nu ziet komt echt door de concealer. Die heeft een volledige dekking. Dus als je ook nog eens een concealer gebruikt met geen volledige dekking. Ja, dan heb je echt niet een heel mooi smooth gezichtje. Dus ik zou hem wel echt combineren met een volledig dekkende concealer. Tenminste... als dat is wat je wilt. Maar ik vind hem gewoon mooi voor de prijs, whatever. Dus dit was mijn review over alle nieuwe producten. Alle producten die ik al heb en heb gebruikt, die zijn sowieso gewoon goed. Die raad ik sowieso allemaal aan. Dus eigenlijk is het enige wat ik niet aanraad, deze blush en dit paletje. Deze twee zijn de enige twee die ik niet aanraad. Dus I love it. Maar ik ga nog wel even aan het einde van de dag zien hoe alles nog zit. De blush en de bronzer zeggen allebei dat ze long wear zijn. Dus we gaan zien of het er op het einde van de dag nog goed op zit. Maar... I love. Oké, jongens, zoals je kunt zien is het nu 8:30. Als je een echo hoort, ik sta in mijn badkamer. En dit is nou hoe mijn gezicht er helemaal uitziet. Ik heb het nou al een aantal uur op. Ik weet niet hoeveel, want ik ben vergeten hoe laat het was toen ik het jullie liet zien. Maar ik ben in ieder geval een volledige dag verder, want het is al 8:30. En dit is dan hoe mijn gezicht eruit ziet. De bronzer en de blush, echt I'm impressed. Die zitten er inderdaad gewoon echt nog goed op. Ook de blush. Ik heb hier een uurtje geslapen. Hier niet. Dus dit is nog de goede kant en dit is de slechte kant. Maar voor de slechte kant zit hij ook zeker nog wel goed. Ik merkte al wel vrij snel dat de foundation aan het opbreken was rondom mijn mond en hier zo bij mijn kin. Een stuk sneller dan normaal. Echt al binnen een uur. En ik schrok echt. Ik dacht echt oké, als het nu al opbreekt, hoe gaat het dan uitzien aan het einde van de dag? Maar in principe was het eigenlijk wel gewoon dat. Voor de rest heeft hij niet meer veel gedaan. Vind ik het echt de beste foundation ever? Nee. Dat niet. Ik heb een heleboel foundations die echt beter zijn. Ook zoals ik jullie net zei, het komt echt door de concealer dat ik best wel een goede dekking heb. De foundation is niet echt je van hem, maar ik vind toch wel dat hij het echt goed vol heeft gehouden. Ondanks dat hij al binnen een uur begon op te breken rondom mijn mond en bij mijn kin. Dus ja, zou ik de foundation aanraden? Niet echt per se. En dat zeg ik echt gewoon puur omdat dat heel snel opbrak. En omdat het gewoon niet ja, een hele mooie, prachtige finish heeft en ik gewoon een heleboel beter heb. Maar... al met al zit mijn make-up gewoon nog best wel goed. Dus ik blijf gewoon nog bij mijn mening van net. Alleen de foundation, ja... wordt voor mij toch wel gewoon een nee. Nou, dit was dan het einde van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd hierboven om makkelijk te kunnen abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!